Welkom. 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 In een nieuwe hoofdkwartier gaan we vandaag hebben over 127 Hours. Dat is niet uit de game die, de film die per definitie de meest fucking shit titel ever in de wereld heeft. We noemen 127 Hours. Noem 127. 127 noemen. 127. Human Planet, dat is een nieuwe awesomeness serie van de BBC. Of niet, maar daar gaan we het zo over hebben wat het nou precies is. Het is in ieder geval een serie. En Boardwalk Empire, de hitserie, denk ik. Hè? Yes. Van dit moment. Je hebt kaartjes van Disney gekregen voor Tron Legacy. Dus de mensen van Disney gaan deze week kijken. Dus we mogen niet te veel schelden, fuck shit. Nee. Dit wordt de meest nette aflevering van Hoofdkwartier ever. Good morning, everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. 127, hebben we hem ongedoopt? 127, yes. Ja, ik heb hem niet gezien, jullie wel. Maar ik kan wel even een kleine introductie doen. Want volgens mij weet iedereen al waarover dit gaat. Ja, dat is een goede manier om te laten zien hoe... Het is namelijk een waar gebeurd verhaal. Een jongen die komt vast te zitten in een soort ravijnachtige constructie. Onder een steen met zijn arm. Ja. Die dondert naar beneden en die komt die moet zijn, en die moet zijn arm afsnijden. En dan is het allemaal weer goed. En het hele idee is, iedereen weet hoe deze film loopt. Maar we moeten allemaal naar de bioscoop om te zien hoe die scène eruit ziet. Zullen we dan maar meteen over die scène hebben? Prima. Vertel. Ja, die scène die is absoluut die film al waard. Die is zo fucking gruesome, ranzig, funzig. En het duurt ook best lang voordat die scène erin komt. En ik zal ook helemaal niet hebben over wat er daarvoor afspeelt. Irrelevant. Die scène die is wel reden genoeg om erin te gaan. En niet omdat het per se zo gedetailleerd is, want we zijn allemaal van de interwebs. Er zit een soort trucje achter. Ik ga dat niet spoileren. Maar het is iets wat hij meemaakt en wat hij moet doen. En dat is zo naar. Die shit was zo naar. Echt intens. Er schijnen ook mensen kotsend de bioscoop uit te grenzen. Ja, nou ja, kijk. Ja. Je moet dan altijd tegen dat soort verwachtingen op. Ik ben trouwens ook wel eens kotsend de bioscoop uitgerend. Seriously. Ik ook bij 27 Dresses. Precies dat. 27 Dresses. Ja. Volgens mij Catherine Heigl, leuk filmpje, lachen. Ja? Ja, ze wil steeds trouwen, maar dat gebeurt niet. Maar er moet wel steeds bruidmeisje spelen. Het is best wel naar. Ik ben kotsend de bioscoop uitgerend bij... Ik leidde mijn eigen grap in, maar ik heb gewoon geen film. Ik neem hem graag van je over. Dat doe ik gewoon. 27 Heeft iemand een grap voor Paul? Zet hem in de comments. Ja, dan ben ik nu de komende 10 minuten heel stil. Ik ga nadenken over een film waar ik constant de bioscoop. En dan doen we die grap weer. En dan ga ik even verder met waar ik eigenlijk over had. Ja. Over dat het voor mij... ik vond het een awesome acteerprestatie. Dat is echt gewoon die jongen die moet in zijn eentje... Het is zo, eigenlijk net als Moon en dat soort dingen. Die gast moet bijna in zijn eentje die hele film dragen. En dat doet hij echt heel goed. Daar al fucking lang in die tunnel zitten of in die schaft is fucking naar. En die film gaat ook over hoe gestoord je ook wordt als je daar zit. En die psychological battle die voert, dat is ook wel, dat heeft een soort opbouw. Nee, absoluut. Nodig. Maar daarom, ik trok voor mezelf meteen een hele vergelijking, ik weet niet of ik hem gezien heb, met Open Water. Gezien? Nee. Het zijn dus twee duikers, die gaan duiken, dan ergens in de Cariben en zo. Die gaan met zo'n bootje weg. Huh? En dan gaat er, terwijl zij nog onder water zijn, gaat er iets mis met tellen. Costa. Daar ben ik kotsend de bioscoop uit. Dat vond ik slecht film. Ik 5 minuten op zitten. Dat is gewoon omdat het klinkt als kotsen. Maar we hebben dit soort films wel eens eerder gezien. En misschien zelfs wel beter, maar die scène, fuck dat wil je zien. Dat wel. Ja, dat moet je gezien hebben. Je moet die film zien. Dan moet je met je buddies in een pisbak in het café, whatever, waar. Dan moet je gewoon even kunnen bro knappen. Ga je in een café bij de pisbak, ga je die film kijken. Ja, die scène kijken. Ik ook niet. Nee, ik snap dit niet. Dan komt dat ter sprake. Dat komt ook niet ter sprake. Ja, jij gaat met mensen lullen. Terwijl je bij ik vind dat zo kut. Dan sta je bij die pisbak met je lullen. Ik kan nooit pissen. Dat is in mijn geval al moeilijk, want dat is niet zoveel. En dan gaan er mensen tegen je lullen. Dan denk ik, dude, what the fuck? Het is mijn moment. En dan ga je, weet je nog, dingen en zo. Weet je wat ik echt... Dan ga jij echt over, het allerergste over je arm afsnijden praat. Dat je zo'n pisbak hebt, zo'n hele lange. Ja. Weet je wel, die continu doorspoelt en een beetje stinkt. Ja. Een beetje maar. En in zo'n kroeg of zo. En dat je dan helemaal links bij het muurtje zou staan. Maar daar is tenminste nog een muurtje. Dat doet hij altijd. Ja? Ja? Als je hem zeg maar achtervolgt in het café naar het toilet. Wat? Ja, dat is het blijkbaar. Ja, dat is obviously. Heel veel. En dan denkt hij, oh relax, ik ben alleen in de pleek. Ga even snel even pissen in de bak hier. En als je dan naast hem komt staan, dan kan je er een kwartier staan. Kijk, maar dan valt er dus niks uit. Hij is dus die persoon. Dan heb je dus een pisbak van hier tot aan de andere kant van het shot. Ja, van het frame. Ja, dat is gewoon een te manly confrontation. En dan kan als ze daar gaan staan, gaan ze dan hier staan. En dan gaan ze zo van... Jezus, die is groot. Weet je wel, maar dan gaan ze zo een gesprek tegen je aan. Nee, dat kan echt niet. Fit naar het toilet.
Is dat net zoiets als die experience? Janus is dus die persoon, hè? Janus is die persoon. Ja. Maar wat? Welke experience? Nee, die wij met Ancilla hadden toen ik op Schiphol was. Waar waren jullie zo verbaasd over? Wij met Ancilla op Schiphol. Dat is, toen ging ik pissen. Ja. Hè? Vier van die pisbakken. Ja. En ik ging pissen. En ik nam inderdaad de tweede van links. Dus dat is een moeilijke keuze. Waarom kies je voor de tweede? Want je denkt... Er was niemand in die... Dat is stupid. Dat doe je niet. Nee, wat? Maar blijkbaar... Toiletetiketten. Een gast, en ik moest best wel pissen, dus ik nou ja, even work, weet je, ik sta daar even. En er was een gast, die moest blijkbaar ook pissen. En die ging een beetje achter mij hoveren, zo. Dat is een soort van hond die moet schijten, maar niet kan, weet je wel. Zo van die rondjes. Die staat daar vet. En ik denk, dude, wat moet je daar? Serieus, ik denk, die is op zoek naar een date of zo. Ik was klaar met pissen, ik loop weg en hij er waren nog drie andere pisbakken. Zit op mijn toilet! En dan heb ik van die gasten die ook niet zo goed, die ook een soort afwijking in hun pik hebben, waardoor dat ding een soort sproeifontein is in plaats van... Jij kijkt dus echt naar pikken, hè? Ja, dan wordt hij gewoon echt... Dus jij bent die persoon. Ja. Jij bent echt die persoon. Dat maak je ervan. Jij bent gewoon dat die... Maak nee, ervan. Nee, nee. Dat maak ik ervan. Ik zou... Spoel dit terug en kijk dit terug. Nee. Hoeveel moeite doe ik jij... Ik zal je vertellen hoe dit zit. Jij bent echt het andere uiterste. Als iemand 10 kilometer links van jou staat, kan jij gewoon nog geen drup uit je lul krijgen. Klopt. En omdat ik dat wel gewoon kan, dat mij geen bal uitmaakt... Oh ja, sorry. Ja, niet. Jongens. Dan ga jij even die situatie zo ver doortrekken... dat ik nu die gast ben die naar je pik moet kijken. In plaats van dat ik daar gewoon mijn ding kan. Man, jij ging ons net informatie geven over hoe pikken eruit ziet. Ik vind wel dat jij heel weinig pressure nodig hebt... voordat nee, je voelt ging, dat je naar iemand vast moet kijken. Ik haak in op jouw story... waarin mannen naast elkaar staan en elkaar onderzeiken. Ik voel als er zeik op mijn land van iemand anders... Jongens, even time-out. Ja? Oh. Was dit niet de aflevering waarbij we Disney moesten overhalen dat we naar Tron gingen? Oh, ja. Ja, we moeten naar Tron, want we gaan over mannen heen, zei ik. Okay. Hey, 127 was echt een topfilm. Ja. Maar Human Planet. Ligt een beetje in lijn van Planet Earth, Oceans, Life en al die dingen. Maar het grote verschil is, de titel verklapt het al een beetje. Het gaat over mensen. Mensen overal op de wereld. We hebben overigens nog maar 2 afleveringen gezien. Dus de serie loopt nu nog. Ja, maar we gaan even recappen op de afgelopen 2. En en even de conclusie trekken van is dit interessant genoeg om door te kijken? Dus. Ja. En is het interessant genoeg om door te kijken? Ik zeg nee. Maar ik ga het wel doen. Ja? Ja? Het is niet... wacht. Wow, Inception. We zijn de afgelopen paar jaar zijn natuurlijk erg verwend met Planet Earth, Alive en dat soort dingen. Dit lijkt heel erg op Alive. Nature porn. In zekere zin. Ja, nature porn. Ga je beelden kijken die super mooi zijn. Ja. En wat ze eigenlijk proberen te doen is al die beestjes die ons fascineren, al die windwormen en zo. Ja, dat soort shit. Die rare dingen doen en dan opeens kunnen vliegen en in space kunnen of zo. Die beesten. Dat we denken, zo, dat wist ik niet. Ja. Dat proberen ze dan nu een beetje... Ja, maar dan met mensen. Ja, ja, dat gaat eigenlijk over de Large Hadron Collider of zo. Nee. Kijk, het gaat over bijvoorbeeld aflevering 1 gaat over de oceanen en hoe mensen daarin leven en rondom leven. En vooral overleven. En overleven. Hoe Waterworld. Voed je jezelf daarin? Kijk, en dan krijg je natuurlijk al een beetje de ja, hoe noem je dat? Clans, inborlingen, primitievelingen. Die dan hele bijzondere dingen doen. En je denkt, oh god, dat wist ik niet. Dus er is wel een grote kans dat Brabant wel gefeatured wordt. Dat zou heel goed kunnen. Ja. We hebben nu Oceans gehad en Deserts. Oceans, Desert, Brabant. Want voor de rest, de tweede aflevering, die als ze in de desert zijn, wat op zich, ik vond dat ook wel een mindere aflevering. Omdat, ja, deserts zijn allemaal een stuk meer boring. Je kan niet zoveel coole shit daarin filmen. Maar ook gewoon... Oh jee, zand. Ja. En veel ook, ja. Ja, lijkt Brabant wel. Die shit. Maar ja, ze gaan al een van de normale volk in beeld brengen. En wat allerlei tunnels bouwt tussen wells en shit, ja. Het was allemaal niet heel erg sprekend en... Heel erg dat je denkt van wow, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dus je liever Bear Grylls een gat graven en een kameel om te overleven. Maar het punt is dus, het is duidelijk minder dan Life of Earth of Blue Planet. Nou, dat is zo. Maar aan de andere kant zijn we ook wel niet een beetje verwend. Op het moment dat mensen zeg maar iets heel bijzonders doen, wat je misschien niet even 1, 2, 3 zelf van had gedacht. En je ziet ze dat doen, want daar gaat het een beetje over. Mensen doen bijzondere dingen. Er zijn mensen die wonen hun hele leven op een boot. Bijvoorbeeld, die kunnen beter onder water kijken, focussen dan boven water. Ja. Nou, dan denk ik, dat is heel bijzonder. Dat zijn leuke dingen. Alleen,
Het verbaast mij minder dat mensen inventief zijn dan tuurlijk, dat een of andere mensen inventief zijn. Referentiekader is heel anders. Natuurlijk. Ik weet dat mensen hele gekke dingen kunnen doen. Ja, dus goh, je slacht een walvis. Ik kan auto rijden. Ja, ja, precies. Als jij daar woont, dat is het wel een beetje. Dan slag jij een walvis. En als je hier woont, dan ga je naar de supermarkt. We zijn op een fucking maan geweest. Jij kan je adem inhouden. Ja, echt. Okay, maar je referentiekader is anders. Nee, maar oké. Okay. Ik vind wel die gast, die kan wel lang zijn adem inhouden. Hij kon wel 5 minuten zijn adem inhouden. Hoe lang denk je dat je adem moet inhouden op de maan? Dat is wel waar. Daar heeft niemand het over. Maar die dude, die kon langer zijn adem inhouden al zwemmend en jagend dan ik op de bank zat en niks te doen. Jij zat daar, ze konden dat dus ook aan. Ja, van, moet je meedoen. En ga maar kijken. En inderdaad, ik heb het echt 10 seconden, letterlijk 10 seconden. Nee. Dat is echt wel nog een zin. Mijn leven is dan zo, zwaar, fuck it, ga ik niet meer. Ja, nee, cool voor hem dat hij het kan. Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk... Het is bijzonder, maar bijvoorbeeld hij en die 5 minuten... en dat hij dan 20 meter kan duiken en 5 minuten zijn adem kan inhouden. Dat verbaast me gewoon niet. Nee. Ja, ik kan het niet. Want Guinness Book of Records, je weet dat soort shit. Ik kan het 10 seconden, maar ik begrijp echt wel dat als mensen hun hele leven op zee wonen, dat ze dat dan wel kunnen. Nee. Kijk, als ik de hele leven op het toilet woon, dan kan ik misschien ook inderdaad remspoor. Maar wat blijft er dan over? Want, dat kan op een gegeven moment. Want je hebt gelijk, de onderwerpkeuze, dat is gewoon minder. Dat is feit. Shit is awesome, gaat kijken, maar verwacht niet dat het zo goed is als Planet Earth en dat soort dingen. Is dat de conclusie? Nou, ja. Ik heb niks gezien, ik doe even de conclusie. Ja, kijk, ik ga wel de komende afleveringen kijken, want ik was op zich wel geïnteresseerd. En het zijn hele mooie beelden. En nou ja, goed, er zitten dan de mindere momenten in, maar absoluut, het heeft potentie en daarom wil ik het wel afzien. Ik heb het ook gewoon op SD bekeken en ik denk dat ja, ik kon niks anders vinden. Is dat een nieuwe feestdag, SD? Nee? Boardwalk Empire. Dat is toch wel de hitserie van dit moment. Fucking Golden Globe en shit. Steve Buscemi. En die is awesome. En die was altijd al awesome. Steve Buscemi is vooral, denk ik... Hè? Ik spreek even dus duidelijk voor anderen. Maar het lijkt me dat het een hoopgevend persoon is voor lelijke mensen. Moet je kijken hoe ver die gast gekomen is. Moet je kijken wat een rothars is. Echt serieus. Hey, maar Steve... Hoe? Steve Buscemi. Buscemi of Buccelli? Buscemi. Nee, Buscemi is het volgens mij. Hoe is het? Is het Buscemi? Ik zeg of Steve Buscemi. Kan ook nog. Buscemi? Buscemi. We noemen gewoon Steve. Steve, ja. Waar gaat het over? Het is, ik heb het niet gezien. Nou, Steve hè, die speelt Nucky Thompson. Steve B. Nucky Thompson is eigenlijk in de jaren 20 tijdens Nucky Thompson of Nucky Thompson? Enoch Thompson. Nucky for the bros. En hij is een beetje de baas van Atlantic City. Mm-hmm. En hij is een beetje de baas van die town. Want hij zit met 1 voet in de politiek. En met zijn andere voet is hij toch wel echt een gangster. Ja. En het gaat een beetje over zijn tweestrijd ook, heb ik het idee. Maar hij is echt... Naast de ontwikkelingen gaat het een beetje over... Het is echt een beetje een soort Sopranos anno 1920. En dan niet met maffia, maar met corrupte politie. Maar wat vond je van die pilot? Ja, de aflevering 1 was de reden dat ik ben blijven kijken. Ja, die was die knalde wel echt... Alles klopte daar. Die knalde wel echt gewoon onwijs goed naar binnen. Ik dacht echt dat dit de beste serie ever in de geschiedenis van de mensheid zou worden. En toen viel de navies tegen? Nou, het is niet dat het tegenviel, maar die pilot was zo goed, dat kan je moeilijk even naren. Wat mijn punt daarna was, is die pilot was heel compact, heel overzichtelijk. En dat was goeie gewoon... pacing tussen actie en alles verhaal. Klopte, ja precies. Het was actie, was vet, het werd uitgelegd, je snapte waar je naar keek. En vooral dat laatste, dat verdwijnt daarna een beetje. Want ze blijven de eerste 4 afleveringen zoveel mensen introduceren. En nieuwe verhaallijnen en al die gasten lijken op elkaar. Het heeft een soort traagheid. En dat had het die pilot niet. Die pilot was gewoon... Was om te verkopen. Daar hebben ze alles in één keer gedaan. Dus ook al heb je geen zin om mee de serie te kijken, kijk wel die pilot. In ieder geval op zijn minst. Want die is wel echt, echt knallig. Faal shit zit niet in deze serie. Nou, ik heb een keer wel zo'n Flubber, geloof ik zelfs. Een filmpje gezien van hoe ze dat allemaal hebben gemaakt. Dat vind ik dan altijd weer een beetje jammer, maar goed, vooruit. Het kilt een beetje de illusie. Het kilt een beetje de vibe, maar ze hebben het heel veel digitaal toegevoegd. Maar wel goed, het ziet er ook goed uit. Het is niet... Maar is dat dan het bijzondere? Nee, dat is... Het draagt wel bij. Het zijn dat soort steentjes, maar heel veel van dat soort steentjes die allemaal... Gaan we het zeggen? Het geheel is meer dan de som van de delen. Synergie. Volgens mij was dit het wel weer voor deze week.
We zijn in ieder geval door al ons gesprekstof heen. Hopen dat je het nog een beetje konden volgen en interessant vond, ondanks dat wij zo vreselijk beschaafd waren de hele tijd. Want absoluut. Was wel vreselijk. Ja. Dit was wel kostschool hoofdkwartier was dit. Zeker. Volgende week dus Tron, denk ik. Ja, en vergeet niet, een nieuw seizoen van Top Gear is begonnen. En dat was het dan wel voor nu. Maar we gaan nog even buiten beeld previewen. Maar niet nadat we hebben gezegd, al jullie suggesties voor de inkunnende reacties behandeld niet meteen een week erop. Misschien wel. Maar we noteren. Deze jongen hier noteert alles in een gigantisch Excel document. Is echt al lichtjaren lang. Kan je al wat dingen noemen waar we het in ieder geval ergens in de komende 10 weken een keer over gaan hebben? Tron. Nee, Little Big Planet 2 zit er aan te komen. Dead Space 2. Dead Space 2. Daar heb ik heb ik zin in, jongen, in die game. Dat zijn games. We zitten eraan te denken om Dead Note, dus een anime, om eens een keer een zijspoor op te gaan. Je bedoelt Death Note. Dead Note is een dode noot. Dus de noot van de dood. Death Note. Ja, het belangrijke nummer. Om dat misschien te doen, weten we nog niet helemaal zeker. Er werd erg om geroepen, dus dat zou wel leuk zijn. Het is leuk om een keer als zijspoor te doen. En we gaan een keer nog een science fiction special doen. Een alternatieve science fiction. We gaan nog een keer een of andere oude gast van back in the days, die we vorig jaar anno rond mei hebben gezien. Rond mei, anno mei. Ja, er is een heleboel plannen. Dat weet hij zelf nog niet, maar dat gaan we wel doen. En een heleboel plannen. En laten we dan maar afsluiten met de buitenbeeld review. Houdoe. Houdoe. Wat vindt u mooi aan de shows? Alles. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Nee. Iedere vraag altijd naar mijn boezem. Maar ja, ik weet niet, goede push-up BH denk ik met vulling. Ja, het is allemaal. Het is allemaal echt. Het is allemaal echt. Kan ik het zien ook?